De laatste wedstrijd van vanavond. Roda JC tegen NAC. Nummer 15 tegen nummer 12. Twee ploegen die dus niet bepaald tevreden kunnen zijn over hun seizoenstart. De Limburgers verloren de laatste twee wedstrijden met respectievelijk 5-0 en 7-1. Roda staat dan inmiddels ook op de, net boven de rode streep. En tekenend voor die matige resultaten in Limburg is de tegenvallende productie van Mats Jonker. De Deen maakte vorig seizoen 20 goals en dit seizoen staat de teller van Jonker pas op één schamel doelpuntje. NAC zit na een desastreuze start weer op het juiste spoor. De laatste twee wedstrijden tegen NEC en FC Utrecht werden allebei gewonnen. De opstellingen. Harm van Veldhoven start met aanvallende ideeën. Twee spitsen in plaats van één. Jonker krijgt hulp van de tank van Damascus, Shanarib Malka. Ramzi speelt links op het middenveld. Flederus en Soutjouin zijn gepasseerd. NAC speelt met dezelfde elf als vorige week tegen FC Utrecht. Dat betekent drie spitsen. Bayram, Schalk en Leurling. In Kerkrade, Roda JC tegen NAC vanuit het Parkstad Limburg Stadion. Hoort u Ronald van der Geer. Goedelje. En Jansen. Steekt zomaar over. Jansen terugleggen op Schalk is een mogelijkheid. Dat gebeurt. Daar zit Wielaar tussen. En uiteindelijk het schot van Schilder. Nog gekraakt door Montijn. Het gaat NAC gemakkelijk af in die beginfase van de wedstrijd. Roda zonder vertrouwen en NAC heeft na twee overwinningen iets meer daarvan. Aardige mogelijkheid voor het elftal van Karelsen. Schilder. De Roda. Risicovolle opening op Gortert. Komt goed. Uiteindelijk niet omdat de Loge de bal krijgt. Jonker. Donald. En Hemte. Dit ziet er goed en overdacht uit. Hemte. En daar is Jonker. En de goal uiteindelijk van Malky. Goeie aanval van Roda JC. En zo betaalt Malky het vertrouwen dat hij kreeg van zijn trainer van Veldhoven direct terug. Goeie paas van Hemte. Jonker helemaal vrij. Terraula is er dan nog aan. Maar Malky is de tweede spits. En zet Roda al snel op een 1-0 voorsprong. Schalk trekt daar een gat, daar durft Goedelje niet naartoe. Schilder. Schalk en Goedelje. Leurling. Nog altijd Leurling. Anthony Leurling, nu voorzetten. Leurling, Kicek heeft daar last mee. En Schalk kan er dan net niet bij, omdat Kicek nog net met zijn vingertop aan die bal zit. De Loge. Jonker, De Loge, weg is vrij, De Loge 2-0. En zo kun je wel zeggen dat Mats Jonker wat achterblijft in zijn productie. Maar bij beide Roda goals speelt hij een belangrijke rol. Ook bij deze van De Loge en Terrouwelaar weet niet wat hem overkomt. En een handigheidje zet hij De Loge eigenlijk min of meer vrij voor Terrouwelaar. En de ploeg die hier op eigen veld dan wel twee keer won en dat misschien als ruggensteuntje kent, komt op een 2-0 voorsprong via de Belg Laura De Loge. Gillissen. Goedelje, Gillissen. Voor me komt de laatste. Schalk. Een tikje op het onderbeen. Van de jonge Schalk. Snel genomen vrije trap en de goal. Het is Bayram die het doelpunt maakt. Terwijl Roda nog probeert in de organisatie te komen, wordt de vrije trap razendsnel genomen. Iedereen staat nog naar elkaar te kijken. Dan doet Leurling het enige juiste. Bayram wegsturen. Hemte loopt dan nog wel mee. Slim hoor van Anthony Leurling. En Bayram maakt de aansluitingstreffer. Schilder. Slordig, balverlies onder druk van Donald dan Malky. Maar Malky gaat voor eigen succes. Malky, Terraula, nee! Hij maakt zijn tweede, Malky. En dan heb je toch de indruk dat Terraula misschien wel aan die bal had kunnen komen van Malky. Maar de fout ligt natuurlijk bij Robert Schilder. Die nu aan Brahma vertelt dat er een overtreding aan vooraf ging. Maar is dat zo? Nou, Donald gaat op zijn voet staan. De Schilder heeft wel enig recht van spreken. Malky. En dan van een meter of 18. Ja, ik vind Terraula daar toch ook niet helemaal vrij uitgaan.
Maar de bal wordt wat aangeraakt. Misschien dat dat de keeper van NAC belet om die bal te pakken. Maar het is wel de tweede van Malky. Hij krijgt zijn basisplaats en doet dan dit. Zal Van Veldhoven geen spijt van hebben. Gorter. Schilder. Versnelling van hem. Maar ja, nu. Ja, Alex Schalk. Schalk en de goal van Koudelje. Doelpunt valt eigenlijk uit het niets. Want van NAC hebben we nog helemaal niets gezien in de tweede helft. Maar het lijkt er toch op dat Roda te gecontroleerd en te nonchalant speelt in de tweede helft. Met het idee, het komt wel goed. Dan ineens die versnelling van Schilder. Schalk, ja, die gaat altijd wel door. En dan is Goudelje weg. En is dit gewoon in een wedstrijd waar NAC niets te vertellen heeft aansluitingstreffen. Wiemans. Jonker. Goeie inspeelpaas. Zo, Jonker krijgt daar een tik van Luiks. Hemte of Vormer. Een van de twee mag het gaan doen. Met name Hemte heeft een prima schot. Maar ook Vormer kan wel iets. Hemte, daar is die en ten Rauwelaar. Vormer. Tegen Gort erop. Nu gaat hij zelf schieten. Vormer. Vormer. Bal aangeraakt en goal. Ramsey zegt dan nog dat hij de bal op zijn voet kreeg. En wie krijgt de goal dan toegewezen? NAC komt twee keer terug in de wedstrijd. Maar krijgt uiteindelijk dan vrij snel daarna weer een treffer te verwerken. En is het Adil Ramsey nog die die bal als laatste raakt? Daar komt Vormer. Ja, Ramsey raakt die bal nog wel. Maar ik ben geneigd om de goal aan Ruud Vormer te geven. Donald. Met het rechterbeen doet hij het op deze manier, zeg. Wat een prachtige poging van die middenvelder van Roda. Van vorig jaar, toen hij nog in Tilburg speelde, weten we dat Lasnik wel raad weet met dit soort vrije trappen. Gaat het in één keer proberen. Nee, daar is Schalk. Het is een variant die misschien wel bedacht is. En als die niet bedacht is, dan is die bij toeval gemaakt. Maar het is wel een mooie goal van Alex Schalk. En zo bieden spelhervattingen altijd de mogelijkheid voor niet-voetballende ploegen om terug te komen in een wedstrijd. Botteguin. Buis. Krijgt die bal bij Botteguin en dan gaat hij er bijna nog in via Wielaert. Nou, amusementswaarde 10 hoor in die slotfase. Hij moet er nog om lachen, maar hij zal blij zijn dat Kisek precies in de baan van het schot stond. Pluim. Goed gespeeld hoor op Flederis. Pluim en Malky voor de goal. Daar is Pluim en daar is Malky voor zijn derde. Malky, nee. Het eindsignaal van deze wedstrijd. Na twee nederlagen een overwinning voor Roda. Dik en dik verdiend. Want Roda heeft zich prima hersteld en was de hele wedstrijd de betere ploeg. Ja, eindelijk hè. Ik ben daar heel blij mee, ja. Ja. Wat deed het in de kleedkamer? Dit moet een orkaan van vreugde geweest zijn. Ja, tuurlijk. Ja, helemaal na die twee pak slagen die we hebben gehad, dan is dit super. En je hebt weer 3 puntjes meer. Dan hebben we 9 punten. Nu moeten we de lijn doortrekken. Ik vond dat we bij Vlaar wel goed speelden. We begonnen ook het eerste kwartier heel goed. Alleen we krijgen ontzettend makkelijk de goals tegen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Want ik vond nou niet dat wij de mindere ploeg waren. Totaal niet zelfs. Maar we geven ze makkelijk cadeau. Het is eigenlijk jammer dat je inderdaad zo moet afzien. Want eigenlijk de doelpunten van hun kwamen dan niet een keer uit de lucht gevallen. En dat maakt je toch weer ongerust. Dan is het toch weer één doelpunt maar verschil. Want als Robbie die bal nog iets meer verkeerd op zijn knie krijgt, dan wordt het bij wijze van spreken 4-4. En dan heb je eigenlijk zo gevoetbald. Dan heb je toch veel kansen gehad. En dan zou je toch nog iets moois weggeven. Kijk, het is natuurlijk sneu dat je 3 doelpunten in een uitwedstrijd maakt. En daar nog niet eens een punt hebt. Dat kan eigenlijk niet. We moeten gewoon weer omhoog kijken. We krijgen nu Den Haag thuis. Dat moeten we pakken. Dan krijgen we AZ uit. En dan 2 keer Ajax. Dat is alleen maar mooi. Het zijn 2 vingers in de neus wedstrijden. Maar als jij dat zegt.